De Verenigde Naties heeft 9 december uitgeroepen tot Internationale Anticorruptiedag. Op deze dag wordt aandacht besteed aan de oorzaken en de gevolgen van corruptie en hoe deze bestreden kunnen worden. Na een periode van uitgebreide discussies heeft de Nationale Assemblée de anticorruptiewet met algemene 40 stemmen aangenomen. Corruptie is wanneer mensen misbruik maken van hun positie. En in deze, zeker wanneer het gaat om de wet die we hebben gemaakt, wanneer mensen misbruik maken van hun politieke positie om zichzelf te bevoordelen of anderen te bevoordelen op een onrechtmatige wijze. Er zijn in onze wetgeving wat regels die bestraffend moeten werken naar mensen die dus, zoals gezegd, op een onrechtmatige manier gebruik maken van hun positie om zichzelf of anderen te bevoordelen. Maar die wetten zijn niet voldoende. De anticorruptiewet was nodig om een ieder in de gelegenheid te stellen zelfs een vermoeden van corruptie te melden zonder bang te zijn voor rancune en om te proberen corruptie te voorkomen. Iedereen die in een publieke, in een openbare positie komt, moet melden wat zijn bezittingen zijn. Ja? En we hebben daartoe een orgaan gecreëerd binnen die wet waar de mensen kunnen gaan melden. Dit is nou zo min grommie abi. Ik heb zoveel dure kettingen. Want natuurlijk niet elke kleine ketting, maar als je een dure ketting hebt van zeg Wiggy, 30, 40, 50.000, moet u dat ook melden. En waarom is dat belangrijk? Mocht er ooit een onderzoek komen tegen een publieke persoon, dan kan de PG altijd vragen dat die dossiers die u had vast laten leggen met uw bezittingen, dat eruit wordt gehaald en men ook daar onderzoek kan gaan doen. Dus in grote lijnen gaat die anticorruptiewet daarover. Wetten zijn natuurlijk de basis. Hoe mensen omgaan met die wetten is een andere zaak. Dus ik denk dat wij allemaal het erover eens moeten zijn dat corruptie een verfoeilijke zaak is voor elke samenleving. En wij dealen met corruptie niet nu. We dealen met corruptie sinds mensenheugenis, sinds we politieke partijen in Suriname hebben. Eind jaren 40 van de vorige eeuw speelt corruptie al. Maar als samenleving ben ik blij dat we zien dat het besef groeit dat je dat moet bestrijden. En het is iets van de politiek alleen of een toevallige regering, het is van ons allemaal. Ik hoop dat deze wet ons ook ertoe brengt dat mensen niet zomaar meer kreten lanceren over corruptie. Want eigenlijk als je dat doet, dan zal het duidelijk zijn voor die samenleving, denk ik, dat u een ander doel nastreeft. Want u kunt het heel specifiek gaan melden. Als u denkt, hey, dat je naar corruptie, u hoeft niet in DNA hier te komen en te schreeuwen van corruptie. U kunt het gaan melden op die plek waar men het effectief kan onderzoeken. Dus wat er gaat gebeuren is dat, en ik denk dat we die wet zo strak mogelijk hebben proberen te formuleren, dat iedereen bang moet zijn om corruptief bezig te zijn. Dat is de eerste, dus in vrede. Want ik ga u zeggen, de strafeisen zijn niet eenvoudig in die wet. Zelfs wanneer u als publieke functionaris, als u bijvoorbeeld zegt, die wet zegt ik moet gaan melden, al mijn bezittingen, ik ga niet. Er is straf daarop. De boodschap van Missie Kaba in verband met Internationale Anticorruptiedag klinkt als volgt. Ik hoop dat we erin slagen om corruptie die al decennia aanwezig is in onze samenleving, om inderdaad met die anticorruptiewet, met andere wetgeving die er zijn, corruptie te minimaliseren. Op een zodanige manier dat het minder verlammend werkt op een instituut van ons. Ik denk dat we de regering Bouterse in elk geval moeten complimenteren dat zij die durf hebben gehad, want geen enkele regering, alle taki ten spijt, men heeft die anticorruptiewet niet willen maken.
De regering heeft wel gezegd, we maken het. En dat is een stap in de goede richting. Maar dan zal het ten tweede wel afhangen van gewoon die inborst van ons allemaal. Dus we roepen op dat we eerlijk omgaan met de middelen die wij ter beschikking hebben van die samenleving. Bij de anticorruptiecommissie kan men elk geval van corruptie melden en de commissie heeft als taak te onderzoeken of het vermoeden op waarheid berust. Indien een publieke functionaris over de scheef is gegaan, moet de commissie het doorsturen naar het Openbaar Ministerie, die dan een strafrechtelijk onderzoek instelt. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.